mijn naam is Rani en welkom bij Educate Yourself. Vandaag ga ik je iets meer vertellen over de manicurebehandelingen bij Zen Beauty. Bij Zen Beauty kan je terecht voor een aantal manicurebehandelingen om je nagels te verzorgen. Allereerst een klassieke manicure. Hierbij ga ik je nagels mooi in vorm veilen of korter veilen. Ik ga jouw nagelriemen verzorgen. Je gaat eerst in zo'n badje om je nagelriemen te laten weken. Dan ga ik ze achteruit duwen, helemaal proper maken, alle velletjes verwijderen. Ik kan eventueel ook je nagels polieren, wat dat wil zeggen dat alle oneffenheden uit je nagels zijn en dat die zo'n mooie glans gaan krijgen, alsof je nagellak zou aan hebben. En dan eindigen we met een nagelriemolie en met een handcrème. Je kan er ook voor kiezen om je nagels te lakken. Dat is dan met een gewone nagellak dat je dat kan doen. Of je kan ook een gellak aanbrengen of een gel. Wat het verschil is tussen gellak en gel nagels, heb ik al eens uitgebreid uitgelegd in een video die je kan terugvinden op mijn Facebook en op mijn YouTube kanaal. Je kan eenders welke lak kiezen, maar hou er wel rekening mee dat deze niet snel droogt en dat deze ook niet zo heel lang blijft. Het is dus vooral eens mooi als je 's avonds weg moet, hè. Maar dan moet je heel voorzichtig zijn met je portemonnee open te doen en met je sleutels te zoeken enzovoort. Natuurlijk hoef je geen kleur te nemen en kan je altijd opteren voor een verzorgende nagellak. Die is semi-doorzichtig, die is een klein beetje rozig en die gaat je nagelplaat sterker maken en verzorgen. Dan hebben we ook nog een spa-manicure en dat is echt een verwendmomentje. Bij een spa-manicure wordt alles gedaan wat ik daarnet al heb verteld. Dus je kan ook een lakje kiezen en je kan dus ook heel je nagels laten verzorgen. Maar dan wordt er ook een scrub uitgevoerd om de dode huidcellen te verwijderen. In de zomer breng ik een masker aan en in de winter een paraffine-masker. Wat is paraffine? Paraffine is eigenlijk een precies kaarsvet waar je dan je handen in dopt. Dat gaat dan zo'n heel mooi poppenhandje worden, zoals ik dat altijd graag zeg. Dat is warm. Dus je gaat beginnen zweten en dat zweet moet je terug in je eigen handen trekken, waardoor je eigenlijk gaat hydrateren met lichaams-eigen materiaal. Klinkt een beetje vies, maar is het niet. Is ook super effectief. Maakt je handen ook echt veel zachter en veel gezonder. En dan sluiten we natuurlijk af met een deugddoende handmassage. Voor meer info over de behandelingen, over de prijzen, over de tijdsduur, ga gerust naar onze website www.sembaby.be. En als je graag een afspraak wilt maken, kan dat ook meteen via daar. Volgende keer ga ik je iets meer vertellen over de manicureproducten die je kan gebruiken om thuis je nagels verder te verzorgen. Tot dan!